vijf jaar een dansverbod grijpt men gretig de gelegenheid aan eens met de benen van de vloer te komen. Gevoelens van diepe bevolgenheid mengen zich met die van vreugde en erkentelijkheid nu ik na zes jaren van bittere scheiding weer in uw midden verschijn. Leef in ontbering, nederlaag en ontreddering, maar ook offervaardigheid en heldenmoed kenmerken de donkere jaren der Duitse furie. Door oorlogshandelingen waren 30.000 burgers om het leven gekomen. 100.000 Joodse Nederlanders stierven in de vernietigingskampen. De verwoestingen waren enorm. Zo hadden de Duitsers kort voor de bevrijding de Wieringermeer onder water gezet. Ook Walcheren stond onder water. Door een Brits bombardement waren in oktober 1944 grote gaten in de zeedijken geslagen. Tot in de buitenwijken van Middelburg staat het water. De wereldberoemde markt is thans het centrum van de zogenaamde Ducks die de verbindingen op het eiland onderhouden. En verder behelpt men zich met allerlei geïmproviseerde middelen van vervoer. Met man en macht is men bezig de gaten in de dijk te sluiten. Dankzij de energie en voortvarendheid van de meer dan 2000 man die hier werken, ziet het er naar uit dat dit voor de winter gelukken zal. Steeds smaller wordt de stroom die met vloed het eiland binnendringt. Door middel van betonnen caissons die men laat zinken zodra ze op hun plaats liggen, wordt het gat gedicht. De smalle geul die overblijft, wordt dichtgegooid met stenen die, aangevoerd door een levende ketting, één voor één in de diepte verdwijnen. De Betuwe was 9 maanden lang frontgebied. Honderdduizenden landmijnen die opgeruimd moeten worden, belemmeren de oogst. Druivenkassen vernield. De gemfabrieken grotendeels verwoest. Tiel zwaar gehavend. Even treurig is het met de spoorwegen gesteld. De steenfabrieken gebruikten de moffen als vestingen. Overal graven van gesneuvelde strijders. Het landbouwgereedschap ging verloren. Maar het droevigst van alles is het feit dat 5000 woningen vernietigd en 3000 zwaar beschadigd werden. Gevolg: woningtoestanden die met geen pen te beschrijven zijn. Meer dan 1 miljoen Nederlanders had zijn huis verloren. Een van de zwaarst getroffen steden was Nijmegen, waar de gehele binnenstad was weggevaagd.
Eind 1945 woonden 800 Nijmegenaren nog in schuilkelders. En ook in de andere door de oorlog getroffen gebieden leefden de mensen in allerlei geïmproviseerde onderkomens, ruïnes, kippenhokken en zelfgebouwde hutten. Voor deze mensen moest zo snel mogelijk iets gebeuren. En daarom werden voorlopig noodwoningen gebouwd. Met man en macht wordt aan deze hulpverlening gewerkt. En er zijn reeds proefcomplexen gebouwd. Naar dit model zijn er thans 6000 in aanbouw. De woningen bevatten een grote woonkeuken die van het nodige comfort voor de huisvrouw is voorzien. Het huisje is berekend op een gezin van ten hoogste 8 personen en bevat 3 slaapkamers. Veel mensen hadden al hun bezittingen verloren en er kwamen hulpacties op gang. Zo werden in Amsterdam goederen ingezameld voor het zwaar getroffen Arnhem. Op het balkon van Musis Sacrum, in het centrum van de zo zwaar geteisterde stad, slaan beide gemeentebesturen de stoetauto's gade. Na afloop hiervan brengt de Arnhemse jeugd een obade. Er waren er ook die Nederland minder lief hadden dan zichzelf. De zwarthandelaren bijvoorbeeld. In het leeggeplunderde land was een groot tekort aan levensmiddelen, kleding en brandstof. Dat werd via een bonnenstelsel gedistribueerd. Maar op de zwarte markt was het zonder bonnen en voor veel geld te krijgen. De zwarthandelaren die schatten verdienden, werden tijdens razzia's massaal opgepakt. Om de zaken weer gezond te maken, kwam minister Liefting van Financiën met een ingrijpende maatregel. Landgenoten, dit filmjournaal heeft de bedoeling om het regeringsbeleid op een der meest aangelegen punten nader tot u te brengen. Neem de beelden goed in u op en denk er nog eens over na als u thuis bent. De regeringszaak is uw zaak. Tot de maatregelen die voor het herstel van ons land onvermijdelijk zijn, behoort de lang verwachte en door de regering zeer gewenste geldzuivering. Deze geldzuivering is niet alleen noodzakelijk om zwarte winsten op te sporen en om diegenen die de zwarte winsten hebben gemaakt te treffen, maar ook omdat wij na 5 jaren van Duitse afpersing en bankroetierspolitiek zo berooid zijn als niemand voor mogelijk had gehouden. Het oude geld werd waardeloos en moest worden ingeleverd. Bank- en girorekeningen werden geblokkeerd. En iedereen kreeg 1 nieuw tientje. Want Nederland leek te veel op een lege winkel met een overvolle kassa. Er waren meer zorgen. In het najaar van 1945 werd de luchtlijn op Batavia heropend. Maar de passagiers van dit eerste vliegtuig troffen niet meer het oude Indië aan. Sukarno en Hatta hadden de republiek uitgeroepen en de toestand was chaotisch. Zo ziet Batavia in oktober 1945 eruit. De trams zijn beschilderd met nationalistische leuzen. Op verschillende plaatsen wappert de rood-witte vlag van Sukarno. Het Nederlandse gezag bestond nauwelijks.
Vrouwen en kinderen bleven voorlopig in de Japanse kampen, waarin ze tijdens de bezetting waren geïnterneerd. Daarbuiten liepen ze de kans te worden aangevallen door nationalistische strijdgroepen. Een aantal auto's met vrouwen en kinderen werd in Surabaya vanuit een hinderlaag door extremisten in brand geschoten. 150 vrouwen en kinderen vonden hierbij de dood. De kampong Bagong, waar deze overval plaatsvond, werd door een bombardement van oorlogsschepen geheel vernield. In Nederland waren begin 1946 de gevolgen van de oorlog nog steeds duidelijk te zien. En men woonde zo goed en zo kwaad als men mogelijk was. Soms in noodwoningen die sterk deden denken aan het stenen tijdperk. De Duitsers lieten ook aan onze kust een ravage achter. Maar er in onze badplaatsen kan men nu toch weer, zij het in bescheiden mate, genieten van zee, zon en lucht. Het normale leven kwam weer op gang. En met volle teugen genoten de Nederlanders van de dingen die de Duitse bezetters verboden hadden. Zoals kamperen. De duivensport in ons land leeft weer sterk op. In de bezettingsjaren zijn miljoenen van deze dieren afgemaakt, omdat onze bezetters ze als overbrengers van berichten te gevaarlijk achten. Maar direct na de bevrijding zijn overal in het land de liefhebbers weer aan de slag gegaan. En langzamerhand komt de duivenstand weer op het oude peil. Bijna 1900 Nederlandse meisjes trouwden met Canadese militairen. En ze vertrokken naar hun nieuwe vaderland. Sommigen doen nu al hun best om er straks zo voordelig mogelijk uit te zien. Wij wensen hen cheerio en good luck. Ook Piet Kraak, de legendarische doelman van het Nederlands elftal, trad in het huwelijk. Enkele weken later stond Kraak weer in het doel tijdens de eerste naoorlogse derby Nederland-België. Koningin Wilhelmina volgde de wedstrijd vanaf de tribune. De tweede helft is slechts 6 minuten oud als België gelijk maakt. Het is weer De Klein die de Rode Duivels een 2-3 voorsprong geeft. Dan komt onze nationale ploeg eerst goed in actie en worden de Belgen totaal overspeeld. Wilkes maakt de bal prachtig vrij, geeft fraai door aan Breger die met een kopbal scoort. Uit een scrimmage maakt Rijvers Nederlands vierde doelpunt. Wilkes brengt met een enorm schot de stand op 5-3. Ook cultuur en amusement herstelden zich. Bruno Walter dirigeerde het Concertgebouworkest in werken van zijn vriend Gustav Mahler. En tot vreugde van zijn fans trad Charles Trenet in ons land op.
soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant, et je meurs à moitié, et gendarme, qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains, pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger, au poste, d'autres moustaches m'ont dit, au poste, ah mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, oui, votre compte est bon, non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie, ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit, je me suis pendu cette nuit, et depuis je chante soir et matin, je chante sur les chemins, je chante. Fermes et les châteaux, un fantôme qui chante entre ça rigolo, et je couche la nuit sur l'herbe, les bois, les mouches ne me piquent pas, non, non, je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, et je chante sur mon chemin. Er waren ook andere klanken te horen. Amerikaanse muziek werd bijzonder populair. En de nieuwste dans kwam ook uit Amerika, de jitterbug. Amerika was een belangrijke bondgenoot geworden. De KLM opende een lijndienst op New York met alle moderne comfort. Het wordt langzamerhand tijd voor een kopje thee. En dat wordt hier geserveerd als in een hotel. De zonsondergang boven de wolken biedt een fantastisch schouwspel. En terwijl de machtige motoren het vliegtuig voortstuwen, maken de passagiers het zich gemakkelijk en gaan in geriefelijke stoelen een uiltje knappen. We naderen nu het einddoel. Het monumentale vrijheidsbeeld, de voorpost van New York, begroet ons. In New York vergaderden op dat moment de Verenigde Naties, die een jaar tevoren waren opgericht. Ook Nederland was lid geworden, evenals de grootmachten Amerika en Rusland. De Amerikaanse president Truman hield een toespraak. On behalf of the government and the people of the United States. Namens de regering der Verenigde Staten roep ik u het welkom toe. Er wordt sinds enige tijd veel gepraat over een nieuwe wereldoorlog. En overal is veel vrees daarvoor ontstaan. Deze vrees is volkomen ongegrond. Of another world war. Fears have been aroused all over the world. These fears are unwarranted and unjustified. De Verenigde Naties en met name Amerika waren ernstig verontrust over het feit dat Nederland steeds meer troepen naar Indië stuurde. Maar er werd ook onderhandeld met de Jonge Republiek Indonesië. De conferentie op de Hoge Veluwe mislukte echter, omdat de standpunten tegenover elkaar stonden. De Republiek wilde volledige onafhankelijkheid, Nederland streefde naar een Nederlands-Indische Unie. Minister-president Schermerhorn bracht het zo onder woorden. Nederland is met 1000 vezels, waardoor levenssappen heen en weer stromen, met Indonesië verbonden.
Naast militair vertoon richtte Nederland in de niet-republikeinse buitengewesten een aantal deelstaten op. In de hoop dat daarmee de republiek enigszins buitenspel werd gezet. Er kwam een wapenstilstand, waardoor Nederlandse en Nederlands-Indische burgers die in republikeins gebied geïsoleerd waren, konden worden geëvacueerd. De evacuees werden in volle zee door republikeinse militairen overgedragen. In oktober 1946 leek de oplossing van het conflict in zicht te komen. In het akkoord van Lingajati besloten Nederland en de Republiek samen te werken aan een nieuwe status voor Indonesië. En dat was groot nieuws. Intussen waren in Nederland in mei 1946 de eerste vrije verkiezingen na de oorlog gehouden. Die brachten niet de politieke vernieuwing waarop velen tijdens de bezetting hadden gehoopt. De oude partijen keerden terug, soms onder een andere naam. De verkiezingsuitslag leidde tot een rooms-rode coalitie. Na lange onderhandelingen is minister Beel erin geslaagd een nieuw kabinet te vormen dat nu voor zijn eerste zitting in Den Haag bijeenkomt. Om het welvaartspeil te verbeteren hield de regering de lonen laag en werden de prijzen bevroren. Tot grote schrik van zwarte handelaren en prijsopdrijvers wordt Den Haag bij verrassing overstroomd door een groot aantal ambtenaren van de prijsbeheersing die bij verschillende bedrijven en winkels een uitgebreide controle zullen uitoefenen. Wij waren in de gelegenheid om de controleurs op hun tocht te vergezellen. En zo zijn we hier in een grote kruidenierszaak, waar alles grondig geïnspecteerd wordt. Bij de controle blijkt dat het grootste deel van de middenstanders zich wel degelijk aan de prijsvoorschriften houdt. Naast deze groep, die dus aan de opbouw van ons land medewerkt, zijn er echter ook zwakke broeders, die aan de verleiding om extra te verdienen geen weerstand kunnen bieden, en die bij de controle onherroepelijk tegen de lamp lopen. Zoals deze textielhandelaar, wiens goederen in beslag genomen worden. De handelwijze van deze mensen is natuurlijk af te keuren. Maar het publiek, dat vaak elke prijs wil betalen, treft ook een grote schuld. Ook de borrel heeft de aandacht van de controleurs. Met kennis van zaken wordt de kwaliteit beoordeeld, terwijl er tevens nauwlettend op wordt toegezien dat de stamgasten de juiste hoeveelheid geestrijk nat toegemeten krijgen. De stationscontrole heeft meestal goede resultaten. En als de hoeveelheid clandestine waar daartoe aanleiding geeft, krijgt men gratis vervoer. Er werd ook streng opgetreden tegen de schaarse automobilisten. Omdat er nauwelijks benzine was, mocht de auto niet voor plezierritjes worden gebruikt. En zeker niet op zondag. Wie niet kan aantonen dat hij inderdaad voor zakelijke doeleinden van zijn auto gebruik maakt en buitendien geen toestemming heeft om op zondag te mogen rijden, riskeert dat hij zijn wagen kwijtraakt en moet lopen. Aan alles was gebrek. In Den Haag werd glas ingezameld, zodat de huizen in de getroffen gebieden konden worden voorzien van ruiten voordat de winter inviel.
De winter van 1946-47 werd bijzonder streng. De Waddenzee was dichtgevroren en vliegtuigen van de luchtmacht onderhielden de verbinding met de eilanden. Met vreugde begroet de bevolking van het eiland deze vliegtuigen, die behalve passagiers ook levensmiddelen en post vervoeren. De mijnwerkers in Limburg werkten een zondag over, want steenkool was zo ongeveer de enige brandstof. 80% van onze mijnwerkers werkte op deze zondag. Het resultaat was een extra opbrengst van meer dan 26.000 ton, die de verwachtingen ver overtrof. Het spoorwegpersoneel leverde ook een bijzondere prestatie, door ervoor te zorgen dat deze ruim 370.000 mut op de snelste wijze door het gehele land werden vervoerd. Een prettig gevolg van de strenge winter was dat er weer een elfstedentocht werd gehouden. Aankomst in Franeker. Schipper was even tevoren gevallen en heeft nu zijn hoofd in verband. Sportief heeft Bosman op hem gewacht en samen zetten ze de tocht voort. Aan de Zuidpool was het nog veel kouder. De Amerikaanse admiraal Byrd had al vele expedities naar dit gebied gemaakt. En nu bereidde hij een nieuwe voor. De nieuwe expeditie is echter wel wat moderner uitgerust. Al blijven toch de poolhonden onmisbaar. Byrd heeft voor deze reis de beschikking over 13 schepen, waaronder een vliegtuigmoederschip. De 4000 deelnemers aan de expeditie zijn voorzien van de nieuwste anti-koude kleding. Met spanning ziet de wereld uit naar de resultaten van deze nieuwe pooltocht. En wie weet ontmoet admiraal Byrd straks onze Willem Barents nog wel. En inderdaad, de Willem Barents, een tot walvisvaarder omgebouwde tanker, ploegde met een aantal jagers door de zuidelijke IJszee. Nederland ging weer ter walvisvaart, want er was een grote behoefte aan vet. Kerstavond is een mooie avond. Voor ieder is er een pakket plus een brief. Het was nog steeds bitterkoud toen in februari 1947 een blijde gebeurtenis werd verwacht op Soestdijk. Vanuit het paleis deelt baron Bout het blijde bericht van de geboorte van een prinses mede.
Op datzelfde moment ontlaadde zich de spanning van vele weken en met grote voortvarendheid togen fotografen en journalisten aan het werk. Heer Rauten komen, nadat ze het blijde nieuws hebben afgekondigd, op het paleis gelukwensen aanbieden. Van de gelegenheid om de felicitatieregisters te tekenen, wordt druk gebruik gemaakt. Langs het Witte Paleis, dat op deze dag in de meest letterlijke zin het hart van Nederland genoemd kan worden, is het een komen en gaan van duizenden. De morgen geeft in het paleis de aangifte van de geboorte plaats. Het nieuwe prinsesje wordt door prins Bernhard, die gekleed is in de generaalsuniform van de Blauwe Huzaren, in een der zalen binnengedragen en daar aan de minister-president en de voorzitter van de Raad van State getoond. Nadat de geboorteakte is voorgelezen, plaatsen prins Bernhard en de getuigen er hun handtekening onder. Het jonge prinsesje heet Maria Christina, maar zal met de naam Marijke worden aangesproken. En als het officiële gedeelte afgelopen is, drinkt men naar goed oud-Hollands gebruik een kopje kandeel. Ook voor deze jonggeborene een stamkaart en distributie bescheiden. Distributie, prijsbeheersing en woningnood. Nederland was in die tijd geen bijster aantrekkelijk land. En velen besloten dan ook te emigreren naar landen als Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De reis per trein naar het zuiden van het land was ook een hele onderneming. Omdat de spoorbruggen over de Waal en de Maas nog niet waren hersteld, moesten de reizigers in Geldermalsen overstappen in bussen. Pas in 's-Hertogenbosch kon men de reis weer per trein voortzetten. Met man en macht werd intussen gewerkt aan het herstel der spoorbruggen. Op 6 januari van dit jaar was de brug bij Zaltbommel klaar en kort geleden passeerden de eerste locomotieven de herstelde brug bij Hedel, de laatste schakel in het rechtstreekse spoorwegverkeer tussen het zuiden en de rest van Nederland dat nu kan worden hervat. Het werd drukker op straten en wegen. En verkeersbrigadiertjes hielpen de schoolkinderen bij het oversteken. En voor automobilisten met pech was daar sinds kort de wegenwacht. Een nieuwe verschijning in de lucht was het hefschroefvliegtuig, de helikopter. Het toestel biedt plaats aan 4 personen en kan een maximumsnelheid ontwikkelen van 170 km per uur. Dit type vliegtuig opent vele nieuwe mogelijkheden. Denken we bijvoorbeeld aan het vervoer van post, het redden van drenkelingen en het besproeien van akkers en boomgaarden. In Amerika en Engeland wordt het reeds op grote schaal gebouwd en men onderzoekt thans de mogelijkheid om het toestel ook in Nederland te doen vervaardigen.
Op het gebied van cultuur gebeurde er ook van alles. De boekweek van 1947 bijvoorbeeld. Wij zijn ter gelegenheid daarvan enkele Nederlandse letterkundigen in hun eigen omgeving gaan opzoeken. In Bergen aan Zee woont de dichter Bertus Aapjes. Bij zomer en winter getrokken naar de kust. Zijn groot gedicht, Een voetreis naar Rome, behoort tot de meest gelezen werken van ons land. In Haarlem treffen we een van de weinige sprookjesschrijvers die ons aan fantasie niet rijke land telt. Godfried Bomans. Zou bij al deze post bericht zijn van zijn geesteskinderen Tante Pollewop en Pa Pinkelman? Victor van Friesland is behalve een bekend dichter ook criticus aan wiens oordeel veel gezag wordt toegekend. Hij vertaalde verder vele werken. De heer van Friesland woont in Amsterdam. Dichtbij Amsterdam, in Broek in Waterland, woont de dichter en romanschrijver C.J. Kelk. Een opgewekt man, dien we hier op weg zien naar de pruikenmaker. Zijn wijdse betiteling van de dorpskapper. Natuurlijk mag ook het vrouwelijk element in deze revue der schrijvers niet ontbreken. En hier is dan Clara Egink, ook al woonachtig in Amsterdam. Men dicht niet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar zij is klaar voor nieuwe inspiratie. Ziezo, bij het lezen van hun werken zijn deze letterkundigen voor u tenminste geen vreemden meer. Het grootste culturele evenement van 1947 was een rechtszaak. Het proces tegen de geniale schilderijenvervalser Han van Meegeren. Vanaf de jaren 30 had hij zelf een hele reeks oude meesters geschilderd en die als echt verkocht. Op de eerste dag van het proces arriveert de officier van justitie, Mr. Wassenberg, die onder meer als bewijsstukken ter tafel zal brengen glazen en kannetjes uit Van Meegerens bezit die terug te vinden zijn op enkele schilderijen. Het laatste avondmaal, een van de schilderijen met de signatuur Vermeer. Interieur naar Pieter de Hoog. Isaac zegent Jacob, weer naar Vermeer. Evenals de Emmausgangers dat voor 1,25 miljoen gulden aan het museum Boijmans verkocht werd. Christus en de schriftgeleerden. Dit laatste schilderde Van Meegeren, die we hier op weg naar de rechtbank zien, zoals bekend in opdracht van justitie, om hiermee te bewijzen dat zijn zelfbeschuldiging juist was. De zittingzaal, die veel lijkt op een museum, is stampvol als Van Meegeren in de beklaagde bank plaatsneemt. Van Meegeren werd wegens oplichting veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Korte tijd later overleed hij en zijn nalatenschap werd onder grote belangstelling geveild. Het avondmaal, of na de begrafenis, door Han van Meegeren, niemand meer dan 23 ondergulden. Bent u niet achteraan? 23 rechts van mij. Niemand meer dan 2300 gulden slechts. Niemand meer. Dit prachtige Vermeerkannetje, zoals het te zien is geweest op de kijkdagen. Dat zijn een kannetje, afgebeeld op de catalogus. Wie zegt er is 1500 gulden voor? 6,25. 6,50. 6,75. Hierna meneer, 6,75 heb ik hier vooraan. 675 gulden. 675 gulden. Niemand meer dan 675 gulden. Nog één zo'n veilingsdag en dan valt het doek over de affaire van Meegeren. De wereld werd groter en de cultuur werd internationaler. Het Nederlands Jeugdorkest speelde in Praag.
Stan Laurel en Oliver Hardy maakten een tournee door Europa. En Edith Piaf vertrok met Le Compagnon de la Chanson naar Amerika, waar ze ook hun grote succes ten gehore brachten, Les Trois Cloches. Gescheiden zijn ze gekomen. Tezamen, man en vrouw nu, verlaten ze de kerk. Gelukkig en blij als elk jong mensenpaar. En dit was het huwelijk van het jaar. Prinses Elizabeth van Engeland trouwde in Westminster Abbey met prins Philip. In een lange rij volgen de koning en koningin, koninginmoeder Mary, de vorsten en vorstinnen der vreemde mogendheden en alle koninklijke gasten. Voor veel Nederlanders werd dit nieuws echter overschaduwd door de berichten uit Indonesië. In juli 1947 had Nederland de eerste politionele actie ingezet. Bestandsschendingen door de Republiek waren de aanleiding voor deze militaire operatie. Maar Nederland wilde ook weer in het bezit komen van de ondernemingen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties greep onmiddellijk in en benoemde een commissie van goede diensten onder leiding van de Australische rechter Kirby. Op het Amerikaanse oorlogsschip Renville werd een akkoord getekend, waarbij de overeenkomst van Lingajati werd bekrachtigd. Nederland en de Republiek zouden weer gaan samenwerken. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Sharifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. De Veiligheidsraad der Verenigde Volkeren beraadslaagt in Lake Success over de Palestijnse kwestie. Er is een voorstel ingediend om het verdelingsplan te herzien. De Amerikaanse afgevaardigde Warren Austin echter pleit met klem voor de handhaving van het plan. De raad staat voor een nijpend vraagstuk, want elke vertraging betekent een verlenging van de tijd van terreur en weerwraak in het Heilige Land. En terwijl de debatten voortgaan, wagen telkens nieuwe groepen van Europese Joden een heimelijke overtocht naar Palestina, in de hoop dat ze de Britse blokkade zullen doorbreken en de kust bereiken, waar de Haganah wel zal zorgen dat ze over het land worden verspreid. Intussen leven deze mensen in de grootste spanning op het overvolle schip. Het ruim biedt ternauwernood meer comfort en bewegingsvrijheid dan de concentratiekampen, waaruit de meesten van hen na de oorlog verlost werden. Na de Tweede Wereldoorlog begon een massale emigratie van Joden naar Palestina, waar ze hun eigen staat zouden stichten. De Engelsen die het land als mandaatgebied beheerden, hielden dat echter tegen omdat er conflicten dreigden met de oorspronkelijke bevolking. Er woedde een hevige guerrilla-oorlog tussen Arabieren en de Haganah, de Joodse stootroepen. In 1948 trok Engeland zich terug uit Palestina
en de weg was vrij voor de onafhankelijke staat Israël. Op de dag dat het Britse mandaat over Palestina eindigt, komt in de havenstad Tel Aviv de voorlopige Joodse regering bijeen in het Museum voor Schone Kunsten, dat bewaakt wordt door leden van de Haganah. David Ben-Gurion, de minister-president, arriveert voor de grote zitting waarbij de staat Israël wordt uitgeroepen. Kort na de proclamatie werd Israël reeds door enkele regeringen de facto erkend. In de straten van de stad werd de bevolking onder andere door aanplakbiljetten van de geboorte van de nieuwe staat in kennis gesteld. Nu de Britse blokkade automatisch is opgeheven, stormen schepen met immigranten de havens binnen. Velen van hen hadden de reis reeds eenmaal ondernomen, maar werden toen door de Britten op Cyprus geïnterneerd. Na jaren van kamp tot kamp te hebben gezworven, betreden deze Joden hun nieuwe vaderland, dat zij echter eerst nog zullen moeten beveiligen tegen de aanvallen van de Arabische wereld. Ongeveer tegelijkertijd vonden in Nederland processen plaats tegen Duitse oorlogsmisdadigers die verantwoordelijk waren voor de dood van talloze Joodse Nederlanders en verzetstrijders, zoals de bewakers van het kamp Amersfoort. Daar zitten ze nu. Berk, de commandant van het kamp. Cotella, zijn sadistische plaatsvervanger. Wolf, het kerstmannetje. Braam. Oberle, de schaapherder. Alscher en Mai. Vooral het proces tegen Rauter trok de aandacht. Rauter was tijdens de oorlog hoofd van de SS en de politie in ons land. Een man met veel macht. Openbare terechtzitting is geopend. Bent u Hans Albin Rauter, geboren te Klagenvoort, Oostenrijk, 4 februari 1895? Jawel. Verstaat u Nederlands? Moeilijk. Ah, schwierig. Schwierig. En u spreekt het ook niet? Maar ik verstehe, wenn Sie, Herr Präsident, langsam sprechen. Met een simpele handtekening had Rauter velen de dood ingestuurd. Onbarmhartig trad hij op bij de bestrijding van de illegaliteit en bij de vervolging en deportatie van Joden. Voor hem past slechts de doodstraf. Aldus rechtdoende staat het u als Nederlanders tevens vrij voldoening te voelen dat gij recht kunt doen aan hem die in de strijd van bezet Nederland streden, leden en vielen, in de mate waarin de aardse justitie dit doen kan. Rauter werd inderdaad ter dood veroordeeld. Een jaar later werd hij gefusilleerd. De meeste Nederlanders wilden de oorlog zo snel mogelijk vergeten. De blik was op de toekomst gericht. Hard werken, zuinig leven en veel sparen waren nodig om het land er weer bovenop te helpen. En natuurlijk moest er in de eerste plaats worden gebouwd. De haven van Rotterdam, tijdens de oorlog zwaar verwoest, was inmiddels hersteld en lag klaar voor een welkome bijdrage van overzee. Amerika ging de Europese landen helpen bij het gezond maken van hun economie. Die Marshallhulp betekende voor Nederland een stevige injectie van 3,5 miljard dollar aan goederen. In mei 48 arriveerde de Noordam in Rotterdam met de eerste Marshallgoederen.
Daar was ook 4000 ton Amerikaanse tarwe bij. En korte tijd later waren de gevolgen al merkbaar. Ons dagelijks brood is van de bon af. Tegelijk met de suiker. Na 9 jaar distributie. Het leek ons de moeite waard dit even te memoreren. Wat zeg jij ervan? O zo. Nu verder. En zo zag de mode van 1948 eruit. Tenminste volgens Parijs, dat nog steeds de toon aan hem gaf. Voor de Nederlandse vrouw was dit alles onbereikbaar, want kleding was nog steeds op de bon en de nodige textielpunten werden slechts mondjesmaat uitgegeven. Gelukkig, er zijn weer 20 nieuwe textielpunten aangewezen. En daar wij Nederlanders gekleed gaan bij de gratie van de punten, die het Centraal Distributiekantoor wel zo vriendelijk is heel af en toe eens aan te wijzen, leek het ons nuttig eens even te gaan onderzoeken wat er zoal voor 20 punten of minder te koop is. We willen geen aanspraak maken op volledigheid. Maar misschien is hier al iets voor u bij. Ja, er zijn weer 20 punten aangewezen. Maar laten we niet te vroeg juichen, want pas 60 punten maken de man. Fraai gelijnde automobielen op een tentoonstelling in de Rai. Maar zelfs voor het kleinste autootje was een aankoopvergunning nodig. Toch zou de Nederlandse economie een stormachtige ontwikkeling doormaken. Mede dankzij de ontdekking van een nieuwe energiebron. Al had men dat toen nog niet zo in de gaten. De Nederlandse aardoliemaatschappij stuitte bij een diepboring in Drenthe op aardgas in de omgeving van Coevorden. Onder de druk van het gas komt voorlopig nog veel zogenaamde spoeling omhoog, die eerst geheel moet worden afgevoerd voordat het gas kan worden onderzocht op zijn hoedanigheden. Tot zolang laat men dat dan ook ongebruikt ontsnappen en om het meteen onschadelijk te maken wordt het boven de uitlaatpijpen verbrand. Het gas komt onder zeer hoge druk naar boven. Door de plotselinge uitzetting ontstaat een lage temperatuur die de buizen afkoelt tot ver onder het vriespunt. Indien kwaliteit en hoeveelheid van het gas bij Coevorden aan de verwachtingen beantwoorden, dan kan deze toevallige ontdekking voor Nederland van betekenis worden. Komende regen lopen in Wembley de dames de finale 200 meter. Fanny Blankerschoen loopt erin mee en hoe? Met haar lange passen snelt ze op de binnenbaan al haar concurrenten uit 4 werelddelen voorbij. Het duurt maar 24/14 seconden. En dan heeft Fanny haar derde Olympische zege behaald. De Olympische Spelen van 1948 in Londen waren onvergetelijk. Met 4 gouden medailles voor de vliegende huisvrouw Fanny Blankerschoen. Een te late start bij de 80 meter horden bezorgt Fanny Blankerschoen een achterstand van zeker een halve meter. Centimeter voor centimeter wint ze het verloren terrein terug. En nog juist voor Maureen Gardner komt ze door de finish. Het verschil was zo gering dat velen in de mening verkeerden dat Gardner de overwinning behaald had. 4x100 meter estafette dames. Op de binnenbaan Australië, dan Canada, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Nederland en Denemarken. Bij het eerste wisselpunt heeft onze ploeg, herkenbaar aan de letter K op de shirts, een paar decimeters achterstand. Xenia Stad geeft over aan Jobit Siers, die ondanks een zeer snelle 100 meter niet kan verhinderen dat Nederlands achterstand groter wordt. Bij het tweede wisselpunt is die al meer dan 2 meter. Onze derde loopster, Gerda van der Kade, moet ook nog terrein prijsgeven. Vier meter ligt onze ploeg achter als Fanny aan de laatste 100 meter begint. En het lijkt wel of nu de andere atleten stilstaan. Alleen de Australische King houdt dapper vol, maar 1 meter voor de streep heeft Fanny ook haar ingehaald. Dankzij Fanny Blankerschoen, die zich in dit toernooi een atlete getoond heeft zoals Nederland en de wereld nog nooit hebben gekend, klinkt opnieuw door Wembley het Wilhelmus. Nederland was trots.
en als een heldin werd Fanny Blankenskoen in Amsterdam ingehaald. Nou, ik heb het reuze leuk gehad. Ik ben reuze blij dat ik thuis ben. En ik weet niet even meer te vertellen, want ik zie zoveel mensen omheen, ik word verlegen. Welke van de 4 overwinningen heeft u eigenlijk de meeste voldoening gegeven? Ja, de 400 en de 80 meter horden. Ja? Ja, dat zijn beide. 80 meter horden was natuurlijk wel erg moeilijk. Ja, een beetje, maar juist daar is hij zo leuk. De rit naar het Damrak overtreft alles wat ze tot nu toe heeft meegemaakt. In Wembley moest ze door een agent naar de kleedkamer worden gebracht, omdat ze anders niet door de mensenmassa heen kwam. In Amsterdam zijn motorpolitie en bereden agenten nodig om haar een weg te banen. Op het Damrak, nee maar dat is fantastisch, het verkeer is volkomen geblokkeerd. Een eindeloze ovatie moet Fanny Blankers over zich heen laten gaan en de man die als haar trainer toch ook een aandeel in het grote succes van zijn vrouw heeft gehad, zit er zo bescheiden bij alsof het hem helemaal niet aangaat. Nu komt de dam die de intochten van Montgomery, van Eisenhower en van Churchill heeft gezien. Maar dit nog niet. Damstra doet vandaag aan Wall Street denken met zijn confetti-regen. Over de hoofden van het publiek heen bereikt haar het geschenk van de buurt, een fiets. Ze heeft nu lang genoeg hard moeten lopen, vinden de buren. Er waren in 1948 ook weer verkiezingen gehouden en die gaven een kleine verschuiving naar rechts te zien. Het kabinet werd toch weer een rooms-rode coalitie met de socialist Willem Drees als minister-president. In augustus maakte het kabinet zijn opwachting op Soestdijk. Een maand later kon het een nieuwe koningin begroeten. Koningin Wilhelmina had na een regeringsperiode van een halve eeuw besloten af te treden. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. Ik dank u voor de toegenegenheid waarmee gij mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet onder de zorgende leiding van mijn innergeliefd kind. God zij met u en de koningin. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen: leven Oliver Koning! Heintje Davids, de koningin van het Nederlandse lied, dacht nog niet aan afscheid nemen. In een stamvolle Amsterdamse schouwburg vierde ze haar 60ste verjaardag. Uit een repertoire van bijna 50 jaren zingt Heintje vanavond vele bekende, om niet te zeggen beroemde slagers, zoals deze uit 1915. We gaan met hem! En dit lied herkent u natuurlijk ook nog wel.
Tegen het einde van het jaar vond in dezelfde zaal een heel andere gebeurtenis plaats. In de Amsterdamse stad Schouwburg bereidt men weer de traditionele vertoning van Vondels Gijsbrecht van Amstel voor. Onder leiding van Albert van Dalsem, die ook de Gijsbrecht speelt. Het hemelse gerecht heeft zich de lange leste erbarmd. Over mij en mijn benauwde vest en arme burgerij. En op mijn volksgebed en dagelijks geschrei. De bange stad ontzet. Regisseur Van Dalsem, die ook juist 40 jaar aan het toneel is, ongeveer gelijktijdig met zijn 60ste verjaardag, geeft de rij van edelingen een aanwijzing. Het 40-jarig toneeljubileum van Albert Van Dalsem werd enkele maanden later gevierd. Na die huldiging volgde een feest. Tussen een dikke mensenhaag door ging het naar Lido, waar het feest in intieme kring werd voortgezet en waar de Nederlandse toneelwereld kwam geluk wensen. We zagen er Rob de Vries en Paul Huff, verder Marie Hamel, Elise Homans, Jo Sternheim en Rika Hoppen. Het was voor de jubilaris een avond die hij zeker nooit zal vergeten. In het voorjaar van 1949 ging de Nederlandse vissersvloot weer op volle sterkte op de haringvangst. Na de bevrijding waren er nog nauwelijks schepen, maar binnen enkele jaren had de visserij zich hersteld. De mijnen in de Noordzee waren inmiddels opgeruimd en omdat er tijdens de oorlog niet kon worden gevist, waren de vangsten nu overvloedig. Maar ook aan de wal ging het voorspoedig. De wederopbouw van ons land gaat voort. Binnen afzienbare tijd hoopt men 55.000 woningen per jaar gereed te krijgen. Toch zou het dan nog 15 jaar duren voor het woningtekort is ingehaald. Daarom wordt een deel ervan, namelijk 25.000, als duplexwoningen gebouwd. Die zo worden ingericht dat ze tijdelijk door twee kleine gezinnen bewoond kunnen worden. De woningen hebben één gemeenschappelijke hoofdingang, maar zijn voor het overige volkomen gescheiden. Eén gezin woont beneden, het andere op de bovenverdieping. Met 25.000 duplexwoningen kunnen dus 50.000 gezinnen per jaar onder dak geholpen worden. Tellen we daarbij de 30.000 die in de normale woningen een plaats zullen vinden, dan betekent dat dat jaarlijks 80.000 gezinnen een eigen woning zullen krijgen en dat het tekort eerder zal zijn ingehaald. Is dat eenmaal gebeurd, dan kunnen de duplexwoningen heel gemakkelijk veranderd worden in eengezinswoningen. Voor het onderwijs werden houten Finse scholen gebouwd. Op het ogenblik zijn in ons land reeds 50 van deze scholen in gebruik. Een 30-tal is nog in aanbouw. Men hoopt deze laatste nog voor het begin van het nieuwe schooljaar gereed te hebben. Dan zal Nederland dus in korte tijd 80 permanente schoolgebouwen rijker zijn geworden, plaatsbiedend aan in totaal 27.000 leerlingen. Ze zijn hoofdzakelijk bestemd voor lager- en Montessori-onderwijs. In vele gemeenten is dankzij deze scholen het nijpend tekort aan schoolruimte reeds aanzienlijk verminderd. Gita, Gusti, Ladislaus, Eva, namen van Hongaarse kinderen. Namen die maandenlang in vele Nederlandse huizen en schoolklassen hebben geklonken. 6 maanden hebben deze Hongaartjes in ons land doorgebracht. Nederlandse pleegouders hebben hen liefdevol opgenomen en verzorgd. Nederlandse kinderen werden hun vriendjes. Nu gaan ze naar huis terug, gezond en sterk, goed doorvoed. De laatsten van in totaal 2000 Hongaarse kinderen die hier nieuwe krachten hebben opgedaan. Pleegouders dragen hen nu over aan de zorgen van het Rode Kruis. Het is avond als de lange reis begint. Nederland had zich al zozeer hersteld dat buitenlandse kinderen in ons land kwamen aansterken. Op de terugweg nam dezelfde trein Oostenrijkse kinderen mee.
Stil en wat verdrietig zitten de kinderen in de coupés. Maar als we 1-2 dagen verder zijn, zullen ze weer het hoogste woord hebben. Zo zijn kinderen. Keulen. Nog steeds één angstigmakende gigantische skelettenstad. Een lugubere herinnering aan de oorlog, waarvan ook deze kinderen slachtoffertjes werden. En dan Venlo, Nederland. In weer 500 huizen gaan de deuren open. 3 maanden lang zullen er weer vreemde namen klinken. Karl, Friedel, Gretel. Nederland helpt het leed van de oorlog te verzachten. Maar 4 jaar na de bevrijding waren velen alweer bevreesd voor een derde wereldoorlog. De spanningen tussen Oost en West namen toe en ontlaadden zich rond Berlijn. De Russen blokkeerden de toegangswegen tot het geallieerde westelijke deel van de stad. De geallieerden, Amerikanen, Britten en Fransen vormden daarop een luchtbrug om de 2,5 miljoen Berlijners te kunnen bevoorraden. Alles werd met vliegtuigen naar de geïsoleerde stad vervoerd, zelfs steenkool. West-Berlijn lag als een eiland midden in door de Russen bezet gebied. Een jaar lang was men volledig aangewezen op de geallieerde vliegtuigen. Toen werd de blokkade opgeheven. De Berlijners, die waren samengestroomd om de opheffing van de blokkade te vieren, werden toegesproken door Konrad Adenauer, burgemeester van Keulen en voorzitter van de Christelijk-Democratische Unie. Is de einladung naar Berlin gevolgd als innerem herzensdrang en erfüllt van tiefer dankbaarheid voor euren kampf, voor euer leid, voor eure geduld, die jetzt zum siege geführt hat. Enkele weken later werd Adenauer benoemd tot bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, door de westerse geallieerden gevormd uit de door hem bezette gebieden. De Sovjet-Unie stichtte daarop in haar bezettingszone de DDR, de Duitse Democratische Republiek. Vanaf toen bestonden er 2 Duitslanden. De crisis rond Berlijn en de communistische dreiging in Oost-Europa leidde tot de oprichting van de NAVO. Nederland liet zijn vooroorlogse neutraliteitspolitiek varen en sloot zich aan bij dit westerse militaire machtsblok. Aan het slot van de plechtigheid spreekt president Truman. Moedige mensen, zegt hij, kunnen nog altijd hun eigen lot bepalen. Ze kunnen kiezen tussen slavernij of vrijheid, oorlog of vrede. Het zojuist getekende verdrag is een uitdrukking van het verlangen der volkeren naar vrijheid en vrede. Courage and vision can still determine their own destiny. They can choose slavery or freedom, war or peace. De spanningen tussen Oost en West leiden tot een bewapeningswedloop. Al in 1945 had Amerika het eiland Bikini ontruimd om daar atoomproeven te kunnen houden. Dit is de Dave's Dream, het superfort dat de bom zal uitwerpen. Nadat de bom is geëxplodeerd, is Bikini gehuld in een enorme rookwolk die snel tot meer dan 15 kilometer stijgt. De schade blijkt deze keer nogal mee te vallen. Het eilandje is er nog en van de 77 proefschepen zijn slechts enkele gezonken, terwijl sommigen alleen maar zwaar beschadigd zijn. Of de proef de resultaten heeft gehad die men er zich van heeft voorgesteld, zullen de geleerden moeten uitmaken.
Chinese regeringstroepen maken zich gereed voor de verdediging van de stad Suzhou. Zij zullen aan de rand van de stad stellingen betrekken waarin ze de oprukkende communistische legers tot staan hopen te brengen. De stad Suzhou ligt op minder dan 300 kilometer van de Chinese hoofdstad Nanking en de nationalistische troepen stellen alles in het werk om dit belangrijke bolwerk voor de regering te behouden. Met bezorgdheid zag men in Europa hoe ook in Azië de communistische invloed toenam. Al sinds 1945 woedde in China een burgeroorlog tussen de communisten en de nationale regering. De communisten behaalden grote successen en wisten het land snel te veroveren. In 1949 vluchtten de nationalisten naar het eiland Formosa en stichtten de communisten de Volksrepubliek China. President werd Mao Zedong. ...137 jaar geleden vond op de Canarische eilanden de laatste vulkanische uitbarsting plaats. Op het eiland San Miguel de la Palma is nu al sinds de maand juni een vulkaan met grote hevigheid weer in werking. Er heeft zich een nieuwe krater gevormd waaruit onophoudelijk gloeiende lava stroomt die alles op zijn weg naar beneden verwoest. Deze uitbarsting van natuurgeweld werd in het bioscoopnieuws al snel verdrongen door een andere opzienbarende gebeurtenis. Rita Hayworth heeft reden om te lachen. Het gebeurt een filmster niet elke dag dat ze met een echte prins gaat trouwen. Het leek wel alsof heel Frankrijk in het dorpje Valory bijeen was om haar huwelijk met prins Ali Khan te zien. In het kleine trouwzaaltje van het gemeentehuis zat de vader van de bruidegom, de 100-voudige Indische miljonair Aga Khan, op een ereplaats. De eigenlijke trouwceremonie week in niets af van die waarvan een eenvoudig bruidspaar het middelpunt is. Ook Rita en Ali moesten elkaar eeuwige trouw beloven. Onder een regen van rijst die geluk moet brengen, verlieten de prins en zijn gemalin het stadhuis om naar de fotograaf te gaan. De trouwfoto werd gemaakt op het terras voor het privé zwembad van Prinsen Kasteel aan de Riviera. Rita Hayworth is dus inderdaad prinses Margarita Ali Khan geworden. Frankrijk kan weer tot de orde van de dag overgaan. De Weense citerspeler Anton Karas speelde in de film The Third Man het Harry Lyme-motief. En daarmee werd hij wereldberoemd. Cultureel Nederland hield zich met ernstige zaken bezig. Dr. Albert Dingtijm, beter bekend onder de naam Lodewijk van Dijssel, is de laatste overlevende van de tachtigers, de groep van schrijvers die erin slaagde tegen het einde van de vorige eeuw een omwenteling in onze literatuur te brengen. Zowel door zijn felle kritieken als door zijn romans en proza gedichten heeft van Dijssel volop meegewerkt aan een vruchtbare vernieuwing van onze taal. Eén deze dagen werd hij 85 jaar en was er een receptie in het Frans Hals Museum te Haarlem. Vele vrienden en bewonderaars waren gekomen om de nog vitale oude heer te feliciteren. Anton van Duinkerke zei daarbij dat hij niemand kende die zo goed gevoelens in woorden kan uitdrukken als de jarige. De schrijfster Ina Boudier-Bakker getuigde ook van haar medeleven en blijdschap. De zangeres Jo Vincent was ook op het feest. De aanwezigheid van A. Roland Holst, de prins van onze moderne dichters, was op zichzelf reeds een felicitatie. Wie Marie van Zeggelen alleen door haar boeken kent, ziet haar hier. De acteur Paul Huff, een voorname vertegenwoordiger van het Nederlandse toneel. En de criticus Kalk bracht een heildronk uit op de criticus van Dijssel. Slechts 5 lopers verschenen aan de start voor het kampioenschap van Nederland snelwandelen over 50 kilometer. Een wedstrijd die wordt gehouden op het fraaie parcours rond de bosbaan in Amsterdam. Ook de sport kende ze grote mannen. Zoals Wim Slijkhuis, die zegevierde in de Utrechtse singelloop. Het gevecht is beslist.
Weer heeft Slijkhuis zijn superioriteit bewezen. Het gaat er nu nog maar om met hoeveel meters voorsprong onze nationale kampioen zal winnen. En het worden er vele. Met enkele tientallen meters voor Lataster gaat hij door de finish. En Gerrit Schulte won dat jaar de Ronde van Nederland. Nog even een felle sprint welke door Peters gewonnen wordt voor Schulte. Schulte heeft echter de leiding in het totaalklassement weten te behouden. En hij wordt als overwinnaar in deze tweede ronde van Nederland gehuldigd. De kritieke situatie in Indonesië heeft tot een nieuw optreden van de Nederlandse strijdmacht geleid. De berichten over deze nieuwe strijd tegen de extremistische elementen in de Republiek vonden gretig aftrek en werden op straat druk besproken. In december 1948 waren de Nederlanders opgeschrikt door de tweede politionele actie. Het land was in rep en roer. Groot was ook de belangstelling op het Haagse Binnenhof voor de verklaring van de regering en het debat van de Tweede Kamer. De minister-president Dr. Drees komt aan bij het gebouw van de Kamer, spoedig gevolgd door de ministers Stikker en Sassen, die nog tot het allerlaatst besprekingen met de republikeinse leiders hebben gevoerd. Rond auto's voorzien van radiotoestellen luistert het publiek naar de motivering welke de regering van het nieuwe politiële optreden geeft. Die tweede politionele actie luidde het einde van het Indië-drama in. Onder druk van de Verenigde Naties en van Amerika, dat dreigde de Marshallhulp stop te zetten, haalde Nederland bakzeil. Op 27 december 1949 werd de soevereiniteit overgedragen. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijk ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouders tilt. In Nederland slaat men dat met bezorgdheid gade. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt. En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Een dag later deed Sukarno zijn intocht in Batavia, dat vanaf toen Jakarta heette. In datzelfde jaar 1949 kreeg Nederland er een paar kleine stukjes Duitsland bij. De Duitsers moesten boeten voor de schade die ze in ons land hadden aangericht. Het dorp Elte en een gebied bij Sittard, de zogenaamde Zelfkant, werden Nederlands. 60 vierkante kilometer met 8000 inwoners. Geen opzienbarende gebiedsuitbreiding, maar het werd wel met veel vertoon in bezit genomen. De plaats waar de nieuwe grens zal worden afgebakend is tot spergebied verklaard. Om 6 uur op de morgen van de dag waarop de grenscorrecties een feit worden, trekt de afbakeningscommissie dit gebied binnen om de grens af te palen. De leiding van dit werk berust bij de Engelse Captain Fieldman, bijgestaan door Nederlandse ingenieurs van Waterstaat. De grens wordt voorlopig aangegeven met landmeterstokken waaraan rood-witte vlaggetjes zijn bevestigd. Alles is zo geregeld dat om 12 uur precies de afbakening gereed is. Dan trekt een heel leger douanebeambten en marechaussées het nieuwe gebied binnen. De landdrost, het Tweede Kamerlid Dassen, bij wie het plaatselijk bestuur komt te berusten, begeeft zich rechtstreeks naar Tudderen, waar hij zijn zetel zal hebben. Voor het gebouw van de ambtsverwaltung staat ambtsdirector Gertz gereed om de heer Dassen te ontvangen. Direct na zijn aankomst verricht de heer Dassen de symbolische daad van de overname van het Zelfkantgebied. Hij steekt persoonlijk de Nederlandse vlag uit.
De Amtsverwaltung Zelfkant is nu Drost am Tudderen geworden. Ook op de klassieke Hollandse manier werd land gewonnen. De ontginning van de Noordoostpolder was voltooid en dat betekende een flinke aanwinst voor de landbouw. Maar het tij was inmiddels gekeerd. In 1949 verscheen de eerste industrialisatienota, gevolgd door een snelle ontwikkeling van de industrie. Op de terreinen van de BPM te Rotterdam-Pernis, waar sinds de bevrijding druk gewerkt wordt aan de uitbouw van de raffinaderijinstallaties, werd deze dagen de gereed gekomen plasticfabriek van deze maatschappij door de minister van Economische Zaken, professor Van den Brink, in bedrijf gesteld. De kunststof, ook wel plastic PVC genoemd, die men hier produceert, is zeer geschikt voor het spuiten en gieten van allerlei artikelen. Op dezelfde dag opende de minister een tweede op aardolie gebaseerde chemische industrie, waar een synthetisch, zogenaamd veredeld wasmiddel wordt bereid, dat evenals de plastic geleverd zal worden aan de fabrieken die deze grondstoffen verwerken. Nu industrialisatie voor ons volk een levensbelang is geworden, heeft Nederland reden om verheugd te zijn over de vestiging van deze twee hypermoderne industrieën. In de afgelopen maanden zijn door de constructeurs en tekenaars van de Fokkerfabrieken in Amsterdam vele ontwerpen voor nieuwe vliegtuigen gemaakt. Eén daarvan, de S-11 of Instructor, is reeds in productie genomen. Van dit lestoestel wordt een serie van 100 stuks gebouwd. Het geraamte van de romp bestaat uit gelaste stalen buizen, de vleugels zijn van licht metaal. De eerste S-11 is intussen gereed gekomen. Een ranke laagdekker waarin instructeur en leerling naast elkaar in de cockpit kunnen zitten. Hierdoor is onder andere het uitzicht veel beter dan bij andere lestoestellen. De schroefbladen zijn verstelbaar, waardoor het vliegtuig een beter stijgvermogen heeft. Na een zeer korte aanloop is de instructor al los. Het Nederlands snelheidsrecord in de lucht werd gevestigd met onze eerste straaljager, de Gloster Meteor. In een minimum van tijd is de straaljager los. Binnen enkele minuten zal hij boven Ameland zijn. Zijn patronen worden daar afgeschoten om hem in de goede richting te leiden. Hier komt de Meteor voor de eerste van de vier runs die hij ter vestiging van het record moet vliegen. Deze eerste 3 kilometer gaan in iets meer dan 11 seconden. Met zo'n snelheid ben je in nauwelijks 10 minuten van Amsterdam naar Brussel. Snelheid en vooruitgang. Ook bij de spoorwegen. Wie Amsterdam kent, kent ook het door Kuipers ontworpen Centraal Station dat 60 jaar geleden in gebruik genomen werd. Met recht mag dit grootste station van Nederland de hoofdingang van Amsterdam genoemd worden. Door dit gebouw stromen dagelijks ongeveer 100.000 mensen de stad in en uit. De verkoop van kaartjes zal ongetwijfeld veel sneller gaan dan 60 jaar geleden. Via controle, tunnels en trappen bereiken de reizigers de perrons om van daaruit hun reis te beginnen. Onder leiding van de hoofdstationschef, de heer Putman, werken op het Centraal Station van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 1300 mensen aan hun verantwoordelijke taak. De treinenloop wordt vanuit het grote seinhuis geleid. Hier worden de vele wissels automatisch omgezet en worden de seinpalen bediend. Op het grote bord in het storingsbureau controleert men het hele elektrische net tussen Dordrecht en Amersfoort. Langs 15 sporen met 300 wissels komen en gaan de treinen. Per dag rijden er 500 af en aan. Zo is Amsterdam niet alleen met alle plaatsen van Nederland verbonden, maar ook met alle belangrijke steden van Europa. Achter klaar, rij maar. MUZIEK
Toen de Nederlandse soldaten begin 1950 terugkeerden uit Indonesië, troffen ze een heel ander land aan dan bij hun vertrek. De oorlogsschade was hersteld en er was veel bijgebouwd. Weliswaar heerste er nog woningnood, maar de distributie was opgeheven. Bij het eerste lustrum van de bevrijding keek het bioscoopjournaal dan ook met voldoening terug. Kunnen we het ons eigenlijk nog voorstellen dat nauwelijks 5 jaar geleden Nederlandse kinderen zo naar voedsel liepen te zoeken? Nu is dit allang weer een heel gewoon gebeuren. Zo is er overal in Nederland gezonde opbouw te bespeuren. In 5 jaar tijd was ons land er weer helemaal bovenop gekomen. Ondanks een kostbare oorlog in Indië. En nu was de blik op de toekomst gericht, op de vooruitgang. Die vooruitgang had ingrijpende gevolgen. Van een agrarisch land werd Nederland langzaam maar zeker een industrieland. En om de snel groeiende bevolking te kunnen huisvesten, moest er worden gebouwd. Grote delen van het platteland veranderden in een stedelijk landschap. Aan het begin van de jaren 50 ging het de Nederlanders een stuk beter. De wederopbouwperiode was afgesloten en de welvaartsmaatschappij stond voor de deur. De gevolgen daarvan werden al zichtbaar.